Alles bij elkaar tellen de documenten van deze gemeenteraad 1588 bladzijden, maar het woord racisme staat er niet in. Het is niet door het probleem niet te benoemen dat het niet bestaat. Maar wat veel erger is, door het probleem niet te benoemen, zal het ook niet aangepakt worden. Ik lees, racisme is een relatief begrip dat vooral als excuus wordt gebruikt voor persoonlijke mislukkingen. Er is veel minder racisme dan we zelf denken. We voeden racisme door erover te spreken. Dat is wat dit college, of toch op zijn minst Schepen Homans, denkt over racisme. Maar sorry, hebt u enig idee hoeveel pijn dit soort uitspraken doen bij sollicitanten die Nederlands spreken en hier geboren zijn, een diploma hebben behaald, maar toch, helaas, door hun uiterlijke, hun origine, hun naam, hun hoofddoek, hun afkomst, hun postadres, geen kans krijgen om zich te bewijzen. Ik lees, alle Antwerpenaren beschikken over gelijke kansen om deel te nemen aan de stadsgemeenschap en deze actief mee vorm te geven. U kan dat best veranderen in alle Antwerpenaren die geen hoofddoek dragen. Het woord gelijke kansen is hier heel relatief. Een meisje of vrouw met een hoofddoek staat voor de keuze werk hebben of een hoofddoek dragen. Er zijn leraren tekort in het onderwijs, ja. We moeten ze gaan zoeken in Nederland of uit de zogenaamde zijstroom. Maar ikzelf ken persoonlijk al meer dan 5 dynamische, dappere jonge leerkrachten die maar niet aan het werk geraken, die maar niet aan het werk geraken in ons stadsonderwijs. Niet omdat ze capaciteiten missen, wel omdat ze een hoofddoek dragen. Ik lees, iedere Antwerpenaar kan zijn eigen levensbeschouwing in optimale omstandigheden beleven met respect voor andere Antwerpenaren. Maar we gaan het sommigen een beetje moeilijker maken dan anderen, bijvoorbeeld door een pestbelasting rond het offerfeest. Iedereen moet een Nederlandse taal spreken, maar de wachtlijsten voor de hoger opgeleiden zijn ongeveer 1 maand. Die van de lager opgeleiden zijn tot 2 jaar lang. Hier spreken we zeker niet over gelijke kansen. Speciaal aan de schepen van de haven wil ik nog iets zeggen over diversiteit en racisme. Wij zijn hier geboren, wij zijn hier naar Antwerpse scholen geweest. Wij spreken Nederlands, zelfs Antwerps als je dat wilt. We hebben hier 1, soms meerdere diploma's behaald. Maar toch, omdat ik Mohammed heet, zijn mijn kansen miniem om te starten in de Antwerpse haven. Kijk maar eens rond. Het is een witte haven. Van diversiteit is er geen sprake. Wordt het niet dringend tijd om een taskforce op te richten? Met streefcijfers, streefdoelen in het leven te roepen. Institutioneel racisme heeft met beleid te maken en kan alleen door politieke besluitvorming aangepakt worden. De cijfers zijn er, de verhalen achter de cijfers ook. De stevige bewijzen van racisme in reportages, testen en studies zijn er helaas ook. Racisme groeit door er niet over te spreken, mevrouw Homans. Als ik weet dat mijn vader of moeder geen kansen kregen omwille van deze smerige zaken, dat zij zich niet konden ontplooien, dat zij zich niet goed in hun vel konden voelen, dan ga ik mezelf ook beginnen te twijfelen aan mijn toekomst. Twijfelen of mijn studies me gaan helpen in dit racistische klimaat. Twijfelen of een diploma voor mij wel toe doet. En niet alleen ik, maar ook voor mijn kinderen, hun kinderen. Wat moet ik hen gaan vertellen? Moet ik erover zwijgen? Zoals jullie? Een hele gemeenschap heeft het te maken met deze uitsluitingsmechanismen. Daar liggen wij wakker van. Dat is geen relatief probleem, maar een heel objectief probleem. Dus ja, ik spreek van een witte haven. Ik versta onder diversiteit samenwerken, elkaar proberen begrijpen, elkaar beter leren kennen, vooroordelen wegwerken. Ja, goed gehoord, wegwerken. En dat is iets anders dan wat velen van de Antwerpse jongeren te horen krijgen. In naam van alle mensen met een andere huidskleur, een andere origine, een andere moedertaal en een vreemd klinkende achternaam en een postcode ergens in Borgerhout, zeg ik u, doe uw huiswerk over als het over thema's als diversiteit en discriminatie gaat. En zolang het woord racisme er niet in voorkomt, komen we niet aan de kern van de zaak.
En daarom zullen wij ook het meerjarenplan niet goedkeuren. Ik dank u.